Hey mensen, een tiener zijn, best wel leuk. Maar wat doen die nou allemaal? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Dit zijn 10 dingen die alle tieners doen. Hupke toch. Yes! Dylan! Doe rustig man, je hoeft niet met de deur te slaan. Zegt de man die gisteren nog zei dat ik vaker de deur dicht moest doen. Dicht doen ja, niet mee gooien. Ja, we doen niet wat je wil hè. Midlife crisis. Nou, kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel, Dylan. Oh, oh ja, tuurlijk man. Ja, is goed. Kom maar aan. Nee, geen probleem. Godverd! Leraar mogen we niet rollen over leerlingen. En ze zeggen zelfs wat wij moeten doen en doen ze zelf dit. En moeten we doorsturen. Sterren, stop eens met pulken. Daarom komt die hele vulling eruit. Oh my god, mijn moeder slaat me. Ik sla je helemaal niet. Doe niet zo drama queen. S is ook nog eens volledig in ontkenning. Ik heb zo'n verschrikkelijk leven. Hoe kan ik nou ooit normaal opgroeien? Help, papa. Ik heb zo'n verschrikkelijk leven. Wee, yo. Ik heb echt contact met een lekkere chick, jongen. Oh, lekker ding, hoor. Oh, wacht. Dit is mijn oma. Oh, ja. Dat voor mij was een grapje, natuurlijk. Ik bedoel deze chick. Oh, maar zij is wel echt lekker. Ja, toch? Oh. Ja, maar ik heb wel even mijn foto staand gevraagd voor de zekerheid, weet je wel. Altijd even controleren. Ah, goeie, goeie. Altijd, altijd zeker. Oh, ik heb wat binnen, man. Hier. Oh. Wat een lul. Ik moet gaan. Ja, goed. Sterre gaat op dit moment niet zo goed bij biologie. Ze staat een 3. Ja, dat komt door haar moeder. Door haar vader bedoel je? Jij wil daar geen seksuele voorlichting geven. Ik zei nog, daar heeft ze behoefte aan. Nou weet je wat ik behoefte aan heb? Dat jij jezelf eens wat meer in dat onderwerp gaat verdiepen. Want je kan wel zoveel van biologie afweten, maar daar merk ik niks van in de slaapkamer. Nou, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, je hebt het toch over voorlichting geven? Ja, maar wat heeft Sterre hiermee van doen? Nou, zo is ze toch op de wereld gekomen door die seksuele voorlichting, zeg maar. Ja, maar we zitten toch bij een ouderavond? Dat zeg je toch niet zoiets? Nou, misschien moet die leraar maar een keer met mij in bed gaan, hè? Misschien heb ik dan wel wat te doen. Nou, misschien moet ik een keer met die leraar naar bed gaan. Nou, dat denk ik niet. En? Heb je iets meegenomen? Ja, zeker. Zullen we het tegelijk pakken? Ja. Okay. 3, 2, 1. Wat heb jij meegenomen? Oh, je bedoelde dat met experimenteren. Ja, ik heb gisteren de hele avond Coodlife zitten kijken om erachter te komen hoe je een vuurwerkbom bouwt. Totaal niet gevaarlijk als je kinderen hebt. En jij dan? Ik wilde ook een vuurwerkbom maken. Die lijm is om alles aan elkaar vast te plakken, snap je? Oh. Kijk je echt Good Life? Hupke toch? Johan, kun je Sterre even roepen? Volgens mij is hij nog aan het uitslapen. Ja, maar hallo. Weet je hoe laat het inmiddels al is? Ik zit al aan mijn tweede glas wijn. Het is 11:00 ochtends, Marian. Nou, hup. Ga Sterre even roepen. Ze moet dadelijk naar pianoles. Godvermikkemes. Waar blijven ze nou? Johan, heb je nou al eindelijk... Hey mam, wat maak je? Wat denk je? Oh jee, altijd als je dat zegt, dan is het iets smerigs. Stamppot. Ja, zie je? Nou, ik ga naar de McDonald's denk ik. Doei! Als je frietjes doorslikt, dan is het ook stamppot. Ja, en als je wijn doorslikt, dan is het ook gewoon maagzuur. Maar ik zie ook niet iedere avond een fles met maagzuur drinken. Of wel? Stamppotavond? Yup. Jij ook? Nee, geen specifieke reden. Ik ben er al lang niet meer geweest. Goedemiddag, welkom bij mijn... Hey, Rick, jongen! Lang niet meer gezien! Zal wel weer het gebruikelijke zijn, hè? Oké, ik was hier gisteren nog. Oké, vanmorgen. Oké, een uur geleden. Ah, oh, nee, niet vandaag!
pap. Doei, mam. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Echt leuk, hè? Dat hij een weekje gaat kamperen met zijn vrienden. Op een boerderijcamping. Wie had dat gedacht, hè? Van onze jongen. Nou, ik wel. Goed opgevoed door zijn moeder, hè? We zijn nu wel alleen thuis, Duisje. En vandaag in Zonzuipen ziekenhuis. Oh, ook zo'n slecht programma. Twee kotsende vrienden proberen elkaar te imponeren met wie het eerst kan kotsen. Is dat Dylan? Nora! Nora! Waar zijn de chickies? Ik hier, pak die vleugel. Lekker chickies! Hey pap, hey mam. En, hoe was je vakantie op de camping? Voel je al een echte boer? Ja, was wel leuk. Ik heb wat kippen gevoerd en... Je bedoelt de chickies? Nee, die waren er niet. Weet je het zeker? Ja, tuurlijk. En vandaag in Zonzuipen ziekenhuis. Boeren! Boeren! Ik heb hier geen actieve herinnering aan. Naar boven jij! Wat? Kom op, man! Waarom werkt het wel bij de minister-president en niet bij mij? Zegt de man die eerst zei dat ik vaker de dichtdeur moest doen. Hupke toch. Hupke toch.